Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 28 januari 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Zoals gebruikelijk hebben we contestia en ook wat schakelproefjes op het laatste van de uitzending. Verder ben ik er gisteren niet aan toegekomen om de informatie over de instellingen van FLDG online te zetten. Ik zal dat snel doen, maar ik kan vanwege het drukprogramma vanavond niet garanderen dat het ook inderdaad vandaag nog lukt. Diverse nieuwe ontwikkelingen op de site ham-dmr.nl. Belangrijkste is wel dat PE1PLM binnenkort met nieuws komt over de DV-Mega via Bluetooth voor DMR. Op de site alvast een preview met een filmpje en een foto van het nieuwe hebbeding van onze Nederlandse fabrikant van amateurapparatuur Guus. Er zijn twee nieuwtjes over de bovenregionale repeatersystemen PI2NOS en PI3UTR. De bovenregionale repeaters hebben sinds kort via de website hobbyscope.nl een wiki waar je terecht kunt met vragen over de repeatersystemen. Daar is onder andere te zien hoe je Echolink kunt gebruiken en kijken hoe de techniek van de bovenregionale repeaters in elkaar zit. Daarnaast is de smartphone-app voor Android van de repeatersystemen vernieuwd. Om de nieuwe versie te kunnen gebruiken moet deze worden geüpdate. Informatie over hoe de app te installeren is, kun je ook vinden op de wiki van de site. Je kunt de wiki bezoeken door te gaan naar hobbyscope.nl/wiki of door naar hobbyscope.nl te gaan en dan rechtsbovenaan de nieuwe website op wiki te klikken. In Finland is een vreemde discrepantie in de GPS-tijd ontdekt. Afgelopen dinsdag werd de tijdafwijking geconstateerd in de Aalto-universiteit in het plaatsje Kirkkonummi. Het automatische bewakingssysteem van een waterstofmeseratoomklok liet een alarm afgaan dat wees op een afwijking van 13,7 microseconden. Dat is een heel kleine afwijking, maar het kan op een veel groter probleem duiden. Niet duidelijk is wat het is. Meest waarschijnlijk zijn een defecte GPS-satelliet of een defecte atoomklok. Het zou ook een deeltjesbombardement van de zon geweest kunnen zijn, maar er was op dat moment geen bijzonder grote zonneactiviteit. Er wordt dus momenteel nog naar gezocht. Bron van dit verhaal is onder andere southgatearc.org. Agentschaptelecom.nl meldt dat Agentschap Telecom als toezichthouder aanwezig is tijdens het voorzitterschap van Nederland van de Raad van de Europese Unie. Dit voorzitterschap duurt van 1 januari tot 1 juli 2016. Op de dagen dat de ministeriële bijeenkomsten plaatsvinden in Amsterdam monitort het agentschap het frequentiespectrum. Ook faciliteert het agentschap het frequentiegebruik en waarborgt het de continuïteit en beschikbaarheid van de verschillende draadloze communicatiemiddelen. Door tijdens het evenement aanwezig te zijn, kan het agentschap snel handelen bij een storing gedurende het EU-voorzitterschap. Zo meldt de site agentschaptelecom.nl dus. In aanloop naar en tijdens het EU-voorzitterschap heeft het agentschap vergunningen uitgegeven. Of geeft het agentschap vergunningen uit. Deze vergunningen zijn nodig om het niet vergunningvrije frequentiegebruik van alle draadloze apparatuur te kunnen waarborgen. Denk dan bijvoorbeeld aan satellietverbindingen waarmee de omroepen hun video's versturen of de portofoons en andere apparaten waarmee politie en defensie communiceren. Al deze apparatuur communiceert met elkaar via frequenties in het frequentiespectrum. En door tijdige vergunningen aan te vragen, kunnen frequentiegebruikers ervoor zorgen dat ze elkaar niet verstoren. Tijdens het EU-voorzitterschap is het niet wenselijk dat apparaten elkaar gaan verstoren. Iedereen rekent erop dat mobiele netwerken goed functioneren, zo stelt de site, zodat we met elkaar kunnen blijven bellen en internetten. Het gebruik van het frequentiespectrum dient in goede orde te verlopen. Gebruikers rekenen erop dat zij ongestoord de toegewezen frequentieruimte kunnen gebruiken. Het agentschap houdt hier toezicht op door middel van test en tag en monitort het spectrum. Aldus agentschaptelecom.nl. Tingelingeling.
Laten we winkeltje gaan spelen. Oh ja, dat hebben we al lang niet meer gedaan. Ik ben wel de winkelier, speel jij de klant. Oké. Tingelingeling. Goedemorgen meneer, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u 2 flessen met bloemkolen? Wat flauw. Doe nou even serieus. 2 flessen met bloemkolen, dat kan toch helemaal niet? Begin maar weer opnieuw. Tingelingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Mag ik van u 1 fles met bloemkolen? Zo vind ik er niks aan. Laat mij maar klant spelen dan. Oké. Tingelingeling, tingeling. Goedemorgen, wat kan ik voor u betekenen? Mag ik van u 2 bloemkolen? Jazeker, heeft u nog lege flessen bij u?